Je vindt nou even wel deze video van Special, aflevering 49 weer op deze 6 september of 7 september alweer. Na het intro gaan wij sowieso verder. Yeah. Ja mensen, welkom bij deze nieuwe afleveringen. Ja mensen, welkom terug. Welkom bij deze nieuwe soort van kleine serie van mij. Om de week gaan wij servers, Minecraft servers bezoeken. En dan gaan wij beoordelen van wat vind ik van de server, wat voor cijfer geef ik erop. En of om de 2 weken moet ik nog even kijken. Om de 2 weken denk ik wel. Gaan wij een server bezoeken. En dan ga ik een cijfer opgeven, net als reageren op video's van kijkers. Hetzelfde als dit, zeg maar. En ja, omdat de zomervakantie nu officieel nu voorbij is, heb ik bedacht om het vanaf vandaag te gaan starten. En ja, we gaan naar de allereerste server toe. En dat is mcemakingfun.net. En dat heb ik niet voorbereid. En dan gaan we gelijk door naar het spel. Kijk eraan, hoppa. En we vullen in. mc.inmitsen. I imagine. Wat doen we hier? Even kijken. Het is een Franse server, zou er zien. Valt mee. Fun.net. YouTube. Serie. Nou, dan doen we gelijk 1. Hoppa. En we gaan joinen 3, 2, 1, 0. Wordt dat niet een 1.17 is? Nee, gelukkig maar. Oké. Okay. Let's go. We gaan gelijk de research pack even aan. Want dan willen we natuurlijk wel een research pack aan hebben. Hoe is het met jullie? Hebben jullie allemaal goede vakantie gehad? Ik ben op dit moment nu op vakantie. Ik ben richting de Efteling. Heerlijk. En ja, ik kom er geen vlog aan. Misschien willen we op Instagram wat neerzetten en zo. Maar, en jullie kunnen natuurlijk de Remco's passie ook even volgen. Over 2 weken komt er weer een aflevering wegens vakantie. Ja. Wat hebben we laden? Moet even laden. Zo. Oké, okay, we zitten in de server en oké, okay, moet even laden weer. Ja, daar is hij. Nou, we zitten in de server en ja. We zitten in de server en ja, dat valt me gelijk op. Het zit er heel detailvol uit. Ja, dat ken ik als eerste bekennen. Dat het heel detailvol uitziet. Hier hebben we de grote poort. Nou, dat kunnen we natuurlijk allemaal vanaf Disneyland in Florida natuurlijk. Oké, okay, dit is een map, jongens. Deze server heb ik eerder bezocht. En ja, wat valt mij als eerste op? Willen mensen natuurlijk heel graag weten wat valt me als eerste op. Het valt me eerst op dat die grote achtbaan, dat achter het water, zeg maar. Dus bij die reusstraat daar helemaal achterin, dan zie je zo'n grote achtbaan staan. En dat gaan we als eerste doen, denk ik. Right. Sorry, ik net. En dan moeten we even kijken. Hier ben ik heen. Oké, okay, dat lukt niet. Oh ja, 2 kaarten. Aha. Right. Radio Springs. Ja, daar zijn we eerder geweest, maar ik wil graag even naar de. Naar het grote gedeelte. Daarachter. Ik moet even lopen, jongens. Het ziet er heel leuk uit. Dat zei ik al eerder.
Heel schattig. Schattig, schattig. Alleen gasten zijn er 63. Dat zijn best wel veel. Zo. Zit hier flink tekeer te gaan hier al, jongens. Hoe heet die? Hollywood Land. Geel. En in Wonderland hebben. Hyperspace, Splash Mountain, Story, Twilight Zones, Tower of Terror. Nee, we willen graag even naar de andere plek. Even kijken. Waarom spring ik zo traag? Wacht even, sprint. Hop. Okay. Even zien. Dit is een beetje centraal gebied dit. Dit komt me wel bekend voor. Is dit niet? Ja, hier stond vroeger altijd een muur. Ja, hier is het. Ja. Ik hoop dat die open is. Pas wel. Ja hoor. Als we een deel 2 moeten van maken, dan laat het vooral weten in de comments. En dan ga ik sowieso erachteraan om een deel 2 nuttig misschien te maken. Dus ja, haal maar even Pixapier. Ja, dit was hem. Pixapier. Dit was natuurlijk de vorige keer afgesloten, weet je nog dat? Weet jullie dat nog? Weet jullie dat nog? Hier moet ik naar kijken. Het lijkt hier wel. Lamplight Lounge. Het ziet echt leuk uit. Nou, kijk eens aan. Hier staat wel een muur. We lopen hier langs. Kijk, een weekje hier. Kijk, dit is die achtbaan die ik bedoelde. Die film was eerst op. Nee, we gaan. Waar is de ingang? Waar is de ingang? Hier is de ingang. Incredible Coaster. Langs. Kunnen we hier niet langs? Ik hoop het wel. Hier is de shortcut. Zo. Dat van, ja, hoe noem je dat? Waar komt er een karik aan? Kan er een karik aan? Maar hij komt dus niet. Oké. Oh hier. Oh. Goedemorgen. Oké. We zitten. Hoppa. Het. Opstijging? Ja, denk het wel. Ja hoor. We gaan racen als een gek. Hoppa, beter. Hoppa, zo. Knallen. Mooie omgeving.
Flats, flats. Lekker man. Hoe René het altijd zegt, hè? Lekker man. Hoppa, dat is mooi gedaan. Dat het ook echt, dat je het ook echt voelt. Zo, schommeling. Hoppa, weer een bocht naar beneden. Ik zie niks. Of zo. En we zijn naar de gang. Dat was een goede rit. Ik vond hem leuk. Dan gaan we naar de volgende map. Zo begint hij echt hard te borrelen boven hier ook. Jongen, jongen, jongen. Ja, en nu gaan we natuurlijk naar de cijfer toe van vandaag. In de volgende aflevering gaan we sowieso weer in deze aflevering. Gaan we weer in het park. En dan, ja. En we gaan eerst even mijn cijfer geven voor deze attractie. En wat is mijn cijfer? Een 7. Ja. Ik mag wel wat doen aan de thematisatie misschien. Wat meer van die poppetjes toevoegen aan de wachtrij misschien. En het eerste gedeelte van het park zou ik gewoon ja, wat meer lantaarnpalen neerzetten. Ik weet niet of mensen uit Nederland, uit Engeland dit kijken of Frankrijk of Amerika te kijken. Maar ja, anders denk ik ze wel. Maar ja, volgende week gaan we sowieso verder. Gaan we waarschijnlijk wat meer pretparken bezoeken. Gaan we wat meer in deze pretparken meer bezoeken. En dan zien we je dan. Tot dan. En laat vooral weten in de comments welke server ik moet bezoeken. Tot volgende week. Joejoe.